Hey Ron, durf jij tegen mij te hockeyen? Te hockeyen? Wat is dat voor... Ja, tuurlijk durf ik dat. Onderwater hockeyen? Wat? Onderwater hockeyen. Bestaat dat? Ja. Ja, dat durf ik wel. Geef mij één dag en dan daag ik je uit onder water. Dus heb ik een afspraak gemaakt met Pim de Jager. Pim, jij zit in het Nederlands team. Kom net door van het WK. Ja. Jij kunt nou uitleggen wat onderwaterhockey precies is. Wat is het precies? Ja, ja, het gaat heel snel op de bodem van het zwembad. Ja. Er zijn geen hele lange passes, maar het is vooral kort werk. Waardoor je met 6 tegen 6 een doelpunt moet veroorzaken. Oh, je ziet er echt goed uit, man. Hey. Echt. We gaan beginnen. De snorkel gaat hier in het ringetje en omhoog. En dan moet je vanzelf in je mond gaan. Ron, heel veel succes. Ja, dankjewel. We gaan met die puck spelen. Dat is hard zwemmen. Flink doorzwemmen, dan blijf je goed op de bodem. En dan blijf je goed die puck pakken. Het gaat hartstikke goed met Ron. We zijn momenteel in een fase van de 3e schijnbeweging. Ik dacht, dat doe je even, maar je hebt met een hoop materiaal bij rekening te houden. Pim, wat denk je ervan? Hij heeft hard getraind, maar of hij het gaat halen, dat we zullen zien. Als je moest weten? Denk het niet. Sorry Ron, denk het niet. Het moment van de waarheid. We hebben Ron tegen de uitdaagster Alexandra. Wie er 3 punten heeft gehaald, die heeft gewonnen. Dus we gaan kijken. Makkie. Wie denkt dat Ron gaat winnen? Wie denkt dat Alexandra gaat winnen? Ja, ik. Laten we maar beginnen. Dat is beter, denk ik. Start! Nog 1 keer, je laatste kans. Dan is het over. Ik blijf optimistisch. Go! En na de wedstrijd hebben we natuurlijk de prijsleiding. Ron, 0 punten. En 3 punten voor onze winnaar van vandaag, Alexandra! Weer niet gewonnen.